our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Is het lekker? Is het lekker, Rijka? Lekker, meisje. Ga je ermee strooien? Hoeft niet hoor. Ja, die moet je ook opeten. Nou ja. Lust je die niet. Maar ze moeten er wel bij. Yes. Hé, Boefie. Want die wilt weer naar binnen. Hey meisje, en het is koud. Oeh, echt zo goedje koud. Ja, het is koud hè, kind. Het is koud hè. Is het koud meisje? Ja, is het koud. Nee, is het koud. Wacht even. Mag ik even de handen goed leggen? Zo, lieve vrienden, ik groet jullie even vanaf deze kant. Ja, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer zondag van de 7e van de 1e 2024. En schrik niet, het is al 16:23, bijna 16:30. En ja, het is laat dat ik jullie erbij haal. Ik kan er ook niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Het kon ook niet anders. Nee. En nou, ik heb geen visite gehad of wat dan ook. Lekker rustig. En word weer in mijn bed ingedoken. Omdat het niet echt goed ging met mij. Nou heb ik nog één ding. En dat is dat mijn linkerkuit niet echt wil. Nee, gisterenochtend had ik een kramp erin. Maar daardoor kon ik op een gegeven moment gewoon wel weer verder lopen en alles. Dat was gewoon dat ik uit bed wou, had ik daar kramp in. En dan moest ik ook eventjes dat weer goed zien te krijgen. Maar nou heb ik dus een soort met spierpijn. Dus ik heb dat vanochtend ingesmeerd. Net zo min als mijn knie. Met die zalf van Golden Naturel. Daar heb ik het mee ingesmeerd. Mijn knie is alweer over, kun je nagaan. En daar had ik toch ook al ruim 2 à 3 dagen last van. Maar dan dacht ik, nou, dat is over. En dat na 1 keer smeren. Maar mijn kuit, dat wil nog niet. Nee. En, maar ja, ik ga wel eventjes nou weer lopen, mijn meisjes. Want dat is goed. Maar het is koud. Het is 1 graden. En de gevoelstemperatuur is min 1. Ik heb geen oorbellen ingedaan, bewust, omdat mijn sjaal lekker om me heen wil. Die doe ik ook als hoofddeksel. Lekker warm. Tenminste, als dat wil, wat ik wil. Wat ik in mijn hoofd heb, of dat bij mij dan wil. Ja. We zien het ook wel. En, ik doe gewoon mijn dikkere handschoenen aan, niet die dunnetjes. Nee, want dan kom ik nog thuis met pijn in mijn vingers. En dat wil ik zien te voorkomen. Ja. Dus, maar in ieder geval, en ik moet straks aan het werk. Ik moet de vlog die ik gisteren klaar heb gezet, waar ik mee aan het werk zou, wat ik niet gedaan heb, moet ik in elkaar zetten. En dan wil ik proberen nog een vlog te doen, maar dat zien we wel hoe dat ruilt en zo. Ik ga zo eerst eventjes naar het toilet en dan de meisjes uitlaten. Dus ja, ik zeg tegen jullie gewoon, geniet gewoon van je dingen die jij doen moet of doen wilt, of weet ik van wat. En jullie weten dat ik er nog ben en ja, geniet gewoon. En als je toevallig deze vlog wilt kijken, je gaat je gewoon maar als je je eigen verveelt. Ja, waarom ook niet. Het hoort er gewoon allemaal bij, ja.
En kan even goed gezellig zijn. Ik heb nog geen kerstverlichtingen, want het is zo prachtig mooi weer. Echt. Blauwe, egale lucht. Ja, en het zonnetje schijnt. Ja, ja, niet aan deze kant, hoor, aan de andere kant. Maar we hebben eindelijk een mooie lucht. Dus wat willen we nog meer? En in de keuken ook. Ja. Ja, ik wist dat we mooi weer hadden, maar ik was niet in orde. Ik zat niet lekker in mijn velletje. Ik laat me maar. Ik was misselijk in onderweg. Dus ja, dan blijf je toch maar in je bedje. Maar mooi, hè, die lucht. Ja, echt. Dat hebben we weer in de pocket. Ja, wat hebben we in de pocket? Maar, is het lekker? Is het lekker, Rijka? Lekkere meisje. Ga je ermee strooien? Hoeft niet hoor. Ja, die moet je ook opeten. Nou ja. Lust je die niet? Maar ze moeten er wel bij. Yes. Hé, Boefie? Lekker, hè? Oh, dat is niet je normale eten wat je gewend bent, zeg maar. Hé? Ja, zodra vrouwtje ook naar Niel de Helder toe kan om dat te gaan halen, dan wordt het ook wel gehaald. Ja, echt wel, schat. Hé? Ja, en dan hebben we nog een schat, die zit achter de deur te mekkeren, die wil naar binnen. Maar die komt nou niet naar binnen, nee, want wij gaan weg. Hé? Ja, want hier heb ik nog een rode schat. Hé? Ja, he. We gaan zo lopen, hè. Ja. We gaan zo loopje doen, hè. Elwing ook lopen, hè. Ja. En die hoeft niet een jasje aan, hè. Niemand die heeft een jasje. Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ja. Ik zou zeggen, geniet. En geniet een beetje mee. Doei. Ja, daar zijn we weer. Ik ben weer thuis en ik heb de ronde maar ingekort, want ik kon niet verder. Ten eerste een harde wind. Dan heet de wind dus ook nog eens een keer tegen. Ga je nou in je rug, ja, dan loop je lekker. Maar tegenwind en het was ijskoud. Het is maar 1 graden, maar de gevoelstemperatuur is min 5. Ik vraag me af wat die mensen... hoe die mensen moeten leven in op het koudste plekje op de aarde. Er zijn ook winkels en alles. Alles is aanwezig. Gewoon steden. Maar hoe moet je naar buiten? Als je daar niet is, je tegen kan kleden. Ik bedoel, een winterjas van hier kan daar niet tegenop, hoor. Tegen die kou, min 75 graden. Dat gaat het hem toch niet worden? Je vriest daar gewoon dood, hoor. Echt. Ze vallen daar gewoon neer als het zo koud is. Gaat je in hun hartjes die dat verzinnen om dat te willen doen? Laten ze zelf dan de pijp uitgaan, denk ik. Ja. Maar in ieder geval, we zijn weer thuis. Maar, wat denk je wat? Wil Rijk even goed, ondanks dat, weer naar buiten, hè? Ze is nou in de tuin. En ik heb Karin alweer aan de telefoon gehad. Ja. Nou, dat gaat ook, lekker mee, laat me zeggen. Dus ja, ze gaan geloof ik naar de mall straks. Dus ja. En ze zou even naar Mackie. Oftewel McDonald's. Als ik met haar meega, als ik een keer met haar meega, je moet goed opletten wat ik dus zeg, want dat is tegenwoordig niet vaak meer. Maar in ieder geval, dan gaan we ook wel eens naar Mackie. Maar ik wil geen kindervlees hebben of wat dan ook. Nee, daar bedank ik voor. Want het is ook WEF, maar dat weet Karin niet. Nee, misschien nou wel als ze deze vlog heeft gezien, dat ze dan wel weet. Maar dat weet ik niet. Maar alles wat van het WEF is, dat probeer ik te vermijden. Kijk, Albert Heijn is ook WEF. Daar doe ik mijn boodschappen sowieso al niet meer. Sinds ik erachter kwam.
En hoe heet het? Het enige waar ik daar voor binnenkom, dat is het gele automaatje wat er staat. Ja, geld in mijn portemonnee zien te krijgen. Dat doen we. Dus. Maar oké, lieve vrienden, ik ga nu werken. Een vlog in elkaar zetten. Ik heb koffie. Ik heb daar heel lekker staan. Twee merkpijpjes. Lekker, lekker. En dan ga ik een vlog in elkaar zetten. Staat er immers al klaar. Dus het is de rest hebben we klaarzetten. Het programma. En ga met die banaan. Dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie namiddag. En geniet een beetje mee. Ja, en met iedereen mee genieten die jullie volgen. Want ik zal misschien niet de enige zijn. Misschien volgen jullie ook mijn dochter, lieftallige dochter Karin met een C. Als we Mr. Love en Mrs. Nee, weet ik veel. Ik weet het zo uit mogen niet meer. Mrs. en Mrs. in Love. Zoiets is het. Maar in ieder geval Karin met een C van der Werf met enkel F. Kom je ook op haar profiel terecht. Op haar kanaal. En ja, ze doen het samen. Pietje ook Roderick. Dus ja, jullie zien het wel. En ook staat ze bij mij in mijn rijtje. En dan is het Mr. en Mrs. in Love. Zo is het. Mr. en Mrs. in Love. Zoiets. Nou ja, ik kan het niet goed Engels, jullie wel. Laat het hopen. Ik ben niet de enige hoor die geen Engels kan. Nee. En ik schaam me er ook niet voor. Nee. Maar nu ga ik wel opschieten, anders kom ik weer niet klaar. Dus ik zou zeggen, toedeledokies en tot later maar. Zo lieve vrienden, ja, het is alweer 2:35 in de nacht. Dat, ja, wij gaan gewoon lekker naar bedje toe en we gaan lekker slapen. Ja. Dat is vannacht ook weer een horrornacht voor mij. Met veel last van mijn maag en veel last van mijn linkerkuit. Die doet nog steeds zeer. Maar ja, het zijn mijn spieren. Ik heb kramp gehad. Dus jouw spieren die krijgen dan een oplawaai door die kramp. En dat moet weer even genezen. Dus dat ga ik straks ook wel weer even insmeren. En ja, wie weet is het morgen iets beter. Iedere dag wat beter worden, hè. Mijn knie die doet geen pijn meer, dus daar ben ik al lang al blij om. Maar in ieder geval, ja, ik heb twee vlogs in elkaar gezet. Die van zaterdag en die van vandaag zondag. En ja, voor de rest komt het allemaal wel weer goed. We gaan al lekker naar bedje toe, dus ik zeg, lieve vrienden. Welterust, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard weer allemaal gezond uit je bed zien te komen. Degene die morgen werken moeten en naar school moeten. Heel veel plezier daar. Ik hoop dat je leuke collega's of leuke vrienden of vriendinnen hebt. Maakt allemaal niet uit. En ja, geniet gewoon en doe je best op je werk of op school. Maakt niet uit, je moet op beide gevallen met je best weten te doen. En ja, kijk uit als je op de weg bent, want het kan glad zijn, ja. Maar dat niet alleen, al is het niet glad, even goed uitkijken, want een ongeluk zit maar in een klein hoekje, hè. Je weet het. En degene die op de fiets zijn, leer eens een keer een hand uit te steken, je vinger, zodat we kunnen zien welke kant je op moet. Geldt ook voor automobilisten. Ik zie er zoveel rijden die de knipperlicht niet eens niet even aandoen. Als ze rechts of links af moeten. Doe ze aan, daar heen ze voor. Laat zien welke kant je op moet. En ook, hoe gaan jullie rijden als je een verkeersbord tegenkomt? Een rond bord. Met helemaal rood, met een witte streep. Wat houdt dat in? Ik dacht nog altijd verboden om in te rijden. Waarom wordt het dan met vooral dit keer de fietsers op een fietspad waar je niet op mag komen, omdat het één richting is, waarom gaan de fietsers er dan wel overheen? Dan punt 2, waar er gebouwd wordt. Staan aan weerskanten staan er twee borden. Eén bord staat op voetgangers op fietspad. Tweede bord staat fietsers afstappen. Waarom rijden ze dan toch door en waarom krijgen dan toch mensen een klap tegen hun hoofd aan of worden ze er van afgeduwd van hé, dit is een fietspad. Nee, jullie hebben af te stappen.
En de voetgangers mogen daar lopen. Dus denk daar eens even over na, lieve vrienden. En geef mij daar eens een antwoord op. Ja. Ik wil dat allemaal eens weten wat jullie doen. Degene die mij nu horen, wat doen jullie als jullie zulke soort borden zien? Ga je dan er inderdaad gewoon erin, wat niet mag? Of stap je niet af en fiets je ook door? Ja, geef maar antwoord hoor. Ik word er zelf in ieder geval heel erg boos om. Ja, ik ben degene die al een paar keer een tik tegen mijn hoofd heeft gehad. Die al van het fietspad is afgeduwd door een man. Nou, ik moet hem niet weer tegenkomen, want hij krijgt met mijn stok te maken. Zo simpel. Ik ga er even eentje binnen laten. Want die wilt weer naar binnen. Hoi meisje. En het is koud. Oeh. Echt zo goedje koud. Ja, het is koud hè, kind. Het is koud hè. Het is koud, hè? Ja? Het is koud, hè? Is het koud, meisje? Ja, is het koud. Hé, is het koud? Wacht even, wacht even. Mag ik even de handen goed brengen? Oeh. Gek kind, ja. Hé, is het koud, hè? Och, meisje, toch. Hé? Och, kind, toch. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, ik wil gewoon graag hebben dat jullie daar eens over nadenken, over wat ik dit nou net vertelde. En wat jullie zouden gaan doen als jullie dat meemaken. Zowel als fietser zijnde, of scooter, of wat dan ook. En jullie maken zoiets mee zoals wat ik nou heb beschreven, en wat ik heb meegemaakt, en wat ik nog bijna dagelijks meemaken. Ja, wat doen jullie? Rijden jullie gewoon door? Aankachelen maar? Of zijn jullie zo wijs om dat stukje even over de weg te gaan? Of om te rijden? Of af te stappen? Of rijden jullie door? Wat eigenlijk niet mag, want het staat aangegeven. Dus ja, en dan dat andere bord, dat rode ronde bord met die witte streep. Ja, vertel me maar. Dus, maar oké, lieve vrienden, voor nu genoeg. Nogmaals, welterusten, lekker slapen. Jullie weten het, God houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Ja, Jan Horijka, zeg maar dag allemaal.